Maar we hebben ook overal werk dat is wel een mooie We zijn vandaag bewust bij de industrie langs gegaan, omdat die in onze ogen ook stikstof uitstoten. Dat soort bedrijven in de industrie zijn pas vergunningsplichtig op een drempelwaarde vergelijkbaar met een melkveebedrijf met 330 koeien. Nou, een gemiddelde bedrijf in Nederland is, praat je over 100 koeien. Dat zou eigenlijk inhouden dat 95% van de boeren, met name in Brabant, geen vergunning nodig zou hebben als je het vergelijkt met de industrie. Het gaat heel gemoedelijk aan toe en volgens mij worden we ook overal best wel vriendelijk ontvangen. Ja, bij de Amer werden we eigenlijk geweerd, dus ja, dan moesten we weg. Toen zijn we naar Moerdijk gereden. Ja, daar was verder niet zo heel veel. Maar in Etten-Leur stonden ze klaar met koffie en worstenbrood en hapflap. Dus, en hier weer. Dus ja, dat is altijd wel lekker.